was jullie geheim om de beste dijk te bouwen? Nou, eigenlijk hebben we gewoon zoveel mogelijk met het team moed ingesproken. En hebben we gewoon een hele hoge dijk gebouwd en zo. De muren niet te hoog, zodat die niet afbreekt en dan het alles instort. Om een schuine dijk te maken, omdat het water dan van die kwam, meer kwam. En dan een schuine dijk, zodat die meer terug wegging. Ja. Ja, gewoon een hele hoge berg maken en sterke dijk maken. Ja, het is meer, we moeten dikker, de dikker de beter. Waarom is zo'n dag zo belangrijk om te organiseren? Nou ja, we werken hier samen met de jeugd van de toekomst. En voor hen houden we die dijken in stand. Het is leuk om hen te leren hoe belangrijk het is om hier in Nederland te kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Dus ja, de toekomst werkt als een eigen toekomst. Hoe gaat het eigenlijk met de dijk in Nederland? Nou, de dijk in Nederland gaat het goed. We hebben in Nederland ongelooflijk veel ervaring met het maken van dijken. Maar ook hier, hè, het in stand houden van de natuurlijke duinen, die minstens belangrijk zijn voor de zeewering. Ze zijn wat Nederland gewoon heel erg sterk in. Hebben jullie ook nog een speciale tactiek? Nee, gewoon met z'n allen samenwerken. Want samenwerken is natuurlijk heel belangrijk, hè? Ja, want als je het eenmaal alleen gaat doen, dan denk je team ook een beetje van, ja, waarom zou ik eigenlijk naar hem luisteren? Dan gaan ze allemaal hun eigen ding doen en dan gaat het ook... Dan wordt de berg eigenlijk een hele mislukkeling. Gaan jullie voor de mooiste dijk bouwen of voor de sterkste dijk? De sterkste. Beide. Denk je dat jullie gaan winnen? Ja! Ja! Het zandkasteel waarvan het wallig het langst is blijven staan. En uiteindelijk gebeurde dat bij de Zevensmongerhouten, bij de Dijkenduivels, groepje nummer 17. De sterkste, en dat gaat voor allemaal. Even allemaal erbij. De Dijkenduivels, een hele toepasselijke naam van de Zevensmongerhouten. Wie mag hem hebben? Deze jonge dame mag hem wat eerst hebben. En handen omhoog. En juist. Is er in de toekomst nog een keer zo'n evenement als dit? Tot nu toe hebben we het al 6 keer gedaan. Dit is de 6e keer. En zolang het leuk blijft, zolang we een hoop enthousiasme krijgen en een hoop aandacht weer te genereren. Want het zijn leuk dat we hier 500 kinderen hebben. Maar we willen niet alleen deze kinderen, maar hun ouders, hun schoolgenoten, hun vriendjes bereiken. Hoe meer, hoe beter. Volgend jaar weer dus. Als het mij ligt wel.